dag van de fietsvakantie. Gewekt door de zwaan. En die staat voor een heel mooi meer nu. Meer van Annecy. Vannacht weer heel veel geregend. Maar nu komt de zon erdoor. En we hebben hele mooie beelden. En Jan, wat vind je ervan deze reis? Heerlijk! Mooi, wat heb je vandaag gedaan, Jan? Nou, lekker getoerd. Getoerd? Op je Prestigio? Ja. Kijk. Heerlijk. Dat is mooi. Dat is top geweest. Ah, hier links was er geloof ik ergens. Vandaag, woensdag, 12 juni geloof ik, was er gepland onze rustdag. Maar toen dachten we, van nou, ook goedemorgen, ook goedemorgen mevrouw. Nee, we gaan niet skielen, we gaan naar de Col de Madeleine. Hij is ver mee, zei hij op teletext, internet. Maar ja, wij zijn eigenwijs. Ze rijden nu over de Col de Tamier. Colletje van tweede categorie, waar de Tour ook overheen gaat. Inmiddels een klein stukje afgedaald van de Col de Tamier. Hele mooie bloemetjes. Jan is in zijn element, want waar kijkt hij naar? Dit is het uitzicht wat je dan beleeft. En hier gaan we zo meteen doorheen en dan gaan we ongeveer rechts omhoog de Col de Madeleine op. Tada! Halverwege de klim van de Col de Madeleine. Heel veel gesneeuwd en geregend de laatste tijd, dat zien we wel. En Jan die zat daar. Ga prima, even bijtanken. Schitterende klim was het er nog toe. En nu is Cellier. Dit is ook de afdaling waar de Tour langs komt. Hoe zie ik eruit? Ja, een beetje. Wat vind je het, Jan? Ja, lekker. We hebben allemaal gefilmd, hè? Ja, ja. Positief blijven, Jan. Wel positief blijven. Kijken of onze naam al op de weg staan. Verkeerde, jongens. Hallo. JJ. Ja, JJ. Dat zijn Jan en Jan. Ja, dat klopt. Tot zo op de boven de berg. We klimmen naar boven, komen Jan tegen, die al top geweest is. Is open en ik heb net gehoord dat daar helemaal in de verte de Mont Blanc ligt. Dat kan je duidelijk zien, hè? Ja. Ja. Op 1600 meter. En we moeten naar 2000. We zijn er bijna.
1950 hoogtemeters, ze moeten naar 2000. Daar, volop sneeuw. En met recht een buitencategorie. Wat heftig. Best pittig, Jan, hè? Ja, zeker. Ah, zie. Oude categorie. Kol is net opengegeven. Joch. Gaat Jan. Dan gaan we heerlijk eten. Prachtig. Daar moeten we zijn. Maar eerst even hier kijken. Il n'y a pas fermé maintenant. C'est ouvert. Goed ingeschat, Jan. Monsieur Jean, ça va? Ja, très bien. Kovalepin, 1012. Nou, dat klopt bij mij niet, maar... Nog super mooi weer. We zijn ineens omgeslagen. Duimkop op het meer. Mega regen. Boven op Col de Pré. Net de wolk aangetikt. Samen met Hans en Jan. Net de kol opgereden. Inmiddels één kolletje van de tweede categorie en drie van de derde categorie gehad van de toeretappe. Nog een kol van de eerste categorie en oud categorie te gaan. We hebben nog twee kols. We zijn bijna boven, kol van de eerste categorie. We komen boven de wolk uit. Fantastisch. We zijn bijna bij de top. Super mooie klim naar de Mont Revard. Top op ongeveer 1460 meter. We zijn er bijna. En als je links kijkt zie je de wolken gewoon liggen. En daar blauwe lucht. Genieten met een grote G. Stap af als kinderen zo blij. Wow. Kippenvel. En dat is niet van de kou. Kijk die roofvogel daar. Daar rechts die roofvogel. Hier. Oh ja. Hier. Oh, kraai. Nou, leek op roofvogel. Kijk, hier, mooi. Jongen, monsieur.
Foto's hier voor plek. Tja, en van de andere kant is het ook schitterend. Het skistation ligt hier bij me. Supermooi berg op de achtergrond. Rode wolken. Even gereed zetten voor de foto. Hans, fiets erbij jongen. Wat mooi zeg. Prachtig.